Goedemiddag. Gisteren heeft het Centraal Planbureau zijn nieuwste ramingen over de ontwikkeling van de Nederlandse economie naar buiten gebracht. Die geven aanleiding tot voorzichtig optimisme, al blijft het herstel broos. Het planbureau verwacht dat onze economie in 2015 groeit met 1,5%. Dat ligt weer iets boven de eerdere verwachting. En dat is goed nieuws, omdat die groei ook mede wordt veroorzaakt door het aantrekken van de particuliere consumptie. Dat betekent dat ze met z'n allen wat meer geld uitgeven. En daar zie je ook in terug dat de koopkracht dit jaar en volgend jaar zich iets positief ontwikkelt. Wat ook positief is, dat de werkloosheid in 2015 blijft dalen. Zij het licht en de overheidsfinanciën die verbeteren sneller dan tot nu toe was aangenomen. Maar ik zei het al, het blijft broos. Voorzichtigheid blijft geboden. De Nederlandse economie is zeer gevoelig voor internationale ontwikkelingen. Die hebben we niet altijd in de hand. En die zijn ook niet altijd te voorspellen. Denk aan de geopolitieke ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen van sommige economieën in de eurozone. Het zijn op zichzelf mooie cijfers, maar het zijn ook abstracte cijfers. Achter deze cijfers gaan mensen schuil. En die cijfers op dat abstracte niveau zijn een tikje ver van je bed. Er zijn bijvoorbeeld mensen in Nederland, nog steeds veel mensen in Nederland die geen baan hebben. En de werkloosheid blijft dan ook veel te hoog, ook volgend jaar nog. En dat betekent dat ons doel niet is het presenteren van abstracte cijfers, maar het realiseren van concrete resultaten. Dat betekent dat we willen dat de mensen die geen baan hebben een baan kunnen vinden. En dat mensen ook meer in een portemonnee kunnen overhouden doordat de koopkracht iets verder kan stijgen. En dat blijkt dus volgend jaar het geval te zijn. Tegelijkertijd zijn deze cijfers ook een aanmoediging om koers te houden. Wij blijven werken aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen om daarmee ook het verdere economisch herstel te bestendigen. Wie als eerste? Meneer Rutte, zijn die positievere cijfers uit die decemberraming ook niet een reden voor het kabinet om te zeggen, nou, we hebben Nederland laten leiden onder die bezuinigingsdrift om ook aan de Brusselse normen te voldoen. U zei, ik doe het niet alleen voor Brussel, maar ook voor het gezond maken van de economie. Wordt het niet tijd dat u ook Nederland weer eens wat extra's geeft? Ja, vooropgesteld zei dat ook volgend jaar nog steeds een fors tekort is. Dat betekent dat de staatsschuld ook volgend jaar nog verder zal stijgen. Het is wel zo dat het op orde brengen van de overheidsfinanciën sneller gaat dan we dachten. Wat we dus willen moeten bezien op de momenten die daarvoor geëigend zijn, of er zodanige meevallers zijn, dat dat ruimte biedt om bijvoorbeeld in het kader van het nieuwe belastingplan waar het kabinet aan werkt, waarbij de ambitie is, zoals u weet, om de lasten ook met 3 tot 5 miljard euro te verlagen. Om daar snelheid mee te maken, maar dat zal echt volgend jaar moeten blijken. Of deze cijfers, het zijn natuurlijk hele voorzichtige voorlopige ramingen, of die zich ook bestendigen. Maar zegt u nou dat als dit inderdaad werkelijkheid wordt en zich bestendigt, dat er dan ruimte is voor extra lastenverlichting? Nee, wat ik u schets, nee, dat zeg ik niet. Wat ik schets is het normale besluitvormingsproces waarbij je op de geëigende momenten kijkt bij het opstellen van de begroting, of er zodanige meevallers zijn dat dat ruimte laat voor bepaalde prioritaire uitgaven en lastenverlichting. En dat hebben we ook geschreven in onze brief aan de Kamer van september, waarin wij de contouren hebben geschetst van het nieuwe belastingstelsel. Maar dan hoor ik u toch zeggen, ja, als dit doorzet, dan is er ruimte voor lastenverlichting. Nogmaals, dan is de vraag wat u met dit bedoelt. Wat je hier ziet zijn weer ramingen van het Centraal Planbureau, niet op basis waarvan wij nadere budgettaire beslissingen nemen. Dit zijn de decemberramingen die we ieder jaar krijgen. De budgettaire beslissingen nemen we altijd op basis van de ramingen die in februari en later volgend jaar verschijnen. Maakt dit de besprekingen over een hervorming van het belastingstelsel eenvoudiger als het met de economie zich zo blijft ontwikkelen zoals het nu eruit ziet? Nee. Leg eens uit, want daar is steeds van gezegd, daar hebben we extra geld voor nodig. En als dat extra geld er komt, dan wordt het toch makkelijker? En wat we gezegd hebben is, wil je de ambitie van het kabinet is een belastingverschuiving van lasten die de economie schaden. We hebben in Nederland relatief hoge belastingen op arbeid. En je zou de directe belastingen willen kunnen verlagen en meer verschuiven naar indirecte belastingen. Tegelijkertijd ook de belastingen verlagen. We hebben in de brief in september een ambitie neergelegd van alles bij elkaar zo'n 15 miljard verschuiving van belastingen. En daarbij ook een lastenverlichting van tussen de 3 en de 5 miljard euro.
Daar hebben we gezegd dat zal ook moeten komen in belangrijke mate uit de verdere groei van onze economie. Ik vind deze cijfers echt te vroeg om daar definitieve uitspraken over te doen. Ander onderwerp, MH17. Peter van Vliet, de projectleider van het landelijk team Forensische Opsporing, die vertelt in het vakblad van de politie in geuren en kleuren hoe hij op 21 juli heeft onderhandeld met Alexander Borodaj, de leider van de separatisten in Oekraïne. Hoe verhoudt zich dit tot het principiële kabinetsbesluit om niet rechtstreeks met de separatisten te onderhandelen? Ja, om te beginnen, het kabinet heeft geen bezwaar. Hij zou op zichzelf geen bezwaar hebben om met wie dan ook te onderhandelen. Alleen wat je niet kunt doen is onderhandelen met groeperingen zodanig dat Oekraïne niet meer met ons zou willen samenwerken. En Oekraïne heeft ons steeds laten weten dat rechtstreekse contacten met de separatisten ongewenst zijn in de ogen van Oekraïne. Hij heeft dat ook nog bevestigd in een uitzending van Nieuwsuur een week of vier geleden. En vandaar ook dat bij deze gesprekken ook weer gevoerd zijn onder leiding van de OVSE. Dus als de OVSE erbij is, dan is er nooit sprake van rechtstreeks onderhandelingen? Dat is precies de situatie, ja. Iemand anders? RTL. Nu, het is er nog gesproken in het kabinet over de gaswinning in Groningen. Ja, en daar kan ik nog verder niets over zeggen, omdat die besluitvorming nog niet is afgerond. Maar er is over gesproken. Maar heeft minister Kamp een mandaat gekregen om het zelf verder af te handelen? Kan ik u niet zeggen. Nee, echt, we werken altijd zo dat we, als het breed bekend is dat een onderwerp aan de orde is, we het meestal van de agenda halen. Dit is van een orde dat we het wel wilden bespreken. Hoewel het inderdaad al bekend was in de aanloop naar deze vergadering. Is ook niet te vermijden, omdat natuurlijk heel veel mensen bij deze discussie betrokken zijn. Maar de conclusies en ook de procesmatige kant daarvan, daar wil ik echt pas iets over zeggen. Of waarschijnlijk zal Henk Kamp dat ook zelf doen, zodra die besluitvorming is afgerond. Is de intentie wel om de gaskraam wat verder dicht te draaien? Ik zeg er verder niets over. Ja. Premier Rutte, is er gesproken over het vertrek van Onno Hoes? Nee. Nee? En is er vorige week gesproken over de perikelen in Maastricht? Nee. Niet? Wij hebben anders begrepen, maar in zijn algemeenheid, wat vindt u van de zaak zoals dat daar zich wel heeft ontrold? Dit is een zaak van Maastricht. Onno Hoes heeft, dat is volgens mij ook door de gemeenteraad van Maastricht gezegd, en de leiders van de grote politieke fracties, is een voortreffelijke burgemeester. Maar in overleg tussen fracties en Onno Hoes is besloten om, zodra de opvolger is gevonden, gegeven het hele feitencomplex, naar een opvolger te zoeken. Wat ik vaststel is dat Onno Hoes, en daar ben ik ook trots op, zo ken ik hem, in zijn kwaliteit als bestuurder op geen enkele manier ter discussie staat. Want heeft hij iets verkeerd gedaan dat hij zijn functie moet neerleggen? Daar ga ik niets over zeggen. Dat is echt een zaak van de gemeenteraad van Maastricht. Ik stel alleen vast dat ik blij ben dat Onno Hoes, die ik heel goed ken, die ik ken als een voortreffelijke openbaar bestuurder, met een enorm hart ook voor dit land en voor het openbaar bestuur en ook voor zijn stad, Maastricht, dat hij op geen enkele manier in discussie is als bestuurder van die stad. Maar dat er gezegd is, gegeven het hele feitencomplex zoals het er ligt, komen we in onderling overleg tot de afspraak dat zodra er een opvolger is, die opvolger zal aantreden. Wat vindt u ervan dat het privéleven van van iemand met een openbare functie op een dergelijke manier onder de loep genomen wordt? Ja, ik heb u vaker gezegd dat ik deze persconferentie niet gebruik om te reflecteren op allerlei ontwikkelingen. Ik probeer echt met mijn team het land goed te besturen. En daar wil ik graag over spreken. Bovendien geldt hier ook nog eens een keer dat Onno Hoes juridische stappen heeft gezet. En daarmee de zaak ook onder de rechter is, wat mij nog terughoudender maakt dan ik gewoonweg al zou zijn om daarover te spreken. Maar ik vraag u niet om een particuliere reflectie op een kwestie. Dit heeft wel degelijk ook gevolgen voor de bestuurbaarheid, in dit geval van een stad. Als iemand gedwongen wordt zijn functie neer te leggen, terwijl daar juridisch of moreel gezien misschien helemaal geen aanleiding toe is. Dus wat betekent dat voor de bestuurbaarheid als op zo'n manier wordt omgegaan met mensen met een openbaar ambt? Nou ja, door het feit dat Onno Hoes naar de rechter gaat, zal de rechter er ook een uitspraak over gaan doen. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd tot welk oordeel de rechter komt. En ik denk ook goed dat het ook goed is dat die helderheid er komt. U maakt zich daar geen zorgen over dat mensen zulke functies nog wel willen doen als ze zo worden benaderd? Nogmaals, dat valt onder mijn algemene stelregel, dat ik hier echt probeer te praten over alle maatregelen om ons mooie land weer op stoom te krijgen die het kabinet neemt. En probeer wat weg te blijven van meer algemene reflecties. In dit specifieke geval is de zaak ook nog onder de rechter. Maar ik wil u wel zeggen dat ik natuurlijk ook benieuwd ben naar de afloop van die rechtszaak. En dat ik ook denk dat het goed is als er helderheid over komt. Dat is nog een ander onderwerp. Zo niet, dan de laatste vraag voor meneer Visjager. Is helemaal achterin, of niet? Is
Is er wel. En hij is in slaap gevallen. Hey. Oh nee. Er is de mogelijkheid voor een laatste vraag. Ja. Ja, zeker. Is dat ook zo? Ja, het is ook zo. Te weinig talent. Nou, zou je het wel kunnen opschrijven? Ja, ik ga dan opschrijven te weinig talent. Ja, voor muziek. Haast ik mij eraan toe te voegen. Die knip, als die knip verkeerd gezet wordt. Heeft iemand een pen en een papiertje? Ik heb een pen inmiddels, Julius. Alleen nog even een velletje. Ja. Top. Zo. Alsjeblieft, te weinig talent voor muziek. Heeft u te weinig talent voor muziek? Nou, om daar mijn vak van te maken, om daar mijn geld mee te verdienen. Ik vind dat ik het heel goed doe, maar ik merkte dat niet iedereen het daarmee eens was. En dan, ja, dan is het toch zaak om andere professies te kiezen. Okay. Goed weekend. Goed weekend. Tot ziens.